eigenlijk zeggen ze ook, die herindicatie, die wordt ook gebruikt om te kijken wat je zorgvraag nog is. Ja. He, dus voldoet de rolstoel bijvoorbeeld nog? Of heb je nu inmiddels bijvoorbeeld een liftje nodig om naar boven te gaan? Daar is het voor bedoeld. Maar dan moet je helemaal, dan moet je gewoon scheiden. Mevrouw Werner. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ondanks een verkoudheid, tijd voor ons vrijgemaakt. Jazeker. Voor jullie doe ik dat. Ik hoor het ook aan je stem. Ja, het is echt mijn stem, maar alles. Maar het maakt niet uit. Goed. Ja. We zijn hier voor de PGB. Voor mensen die een PGB nodig hebben. Ja. Die herindicatie, dat is een verzinsel volgens mij. Dat is een verzinsel om te kijken. Eigenlijk zeggen ze ook, die herindicatie, die wordt ook gebruikt om te kijken wat je zorgvraag nog is. Ja. He, dus voldoet de rolstoel bijvoorbeeld nog? Of heb je nu inmiddels bijvoorbeeld een liftje nodig om naar boven te gaan? Daar is het voor bedoeld. Maar dan moet je helemaal, dan moet je gewoon scheiden. Wat natuurlijk ook hier meespeelt, is dat het PGB, heeft ook een soort imago van wantrouwen. En we zijn daarin totaal doorgeslagen. Unaniem is de motie van nu in de heer Mohandes aangenomen. De minister die zegt, het is inderdaad mensonterend, we moeten dit aanpakken. De belangenorganisaties PGB zeggen, degene die PGB ontvangen. Dan denk ik, en het is niet in de wet verankerd, dan zeg ik 1 oktober invoeren. Nou, niet 1 oktober. Morgen. Vandaag. Juist. Maar dat is toch, waarom gebeurt dat dan niet? Ja, maar dat is waanzin. Omdat het ook waanzin is, omdat het moet.